De eerste sessie zit erop vandaag. Binnen een uur ongeveer moet ik naar de kiné. Gelukkig hebben ze hier in Stellenbosch een zalige winkel waar ze, dat ze elke dag vers en gezond eten maken. Dus ik moet niet koken, ik kan gewoon mijn eten gaan opscheppen. Zo ben ik nu op tijd voor de kiné. Na de kiné heb ik ook nog chiropractor en dan na de chiropractor volgt hier nog een tweede trainingssessie. Dus het is een volle dag vandaag. Pot soep. Het is altijd goed om als atleet luid te kunnen zijn. En als ik eerlijk ben, dan zou ik toch sowieso niet beter kunnen koken dan dit. Dus win-win. Ik ben op weg naar de kiné. Mensen denken altijd dat massage heel tof en relaxerend is. Maar voor sporters ligt dat vaak anders. Sportmassage is vaak heel heel pijnlijk. Omdat ze bepaalde spieren moeten losmaken die door de training een beetje vastgekomen zijn. Laat straks wel zien. Mijn kiné, François, ziet er misschien wel lief uit. Maar hij kan nu soms wel serieus doen. Ik ga hopen dat hij vandaag een beetje rust is. Ik was vergeten dat François er vandaag niet was. Maar gelukkig mag ik bij zijn rechterhand gaan, Koenie. Die ook wel weet wat hij aan het doen is. Oké, Koenie, say hi to the people in Belgium in Afrikaans. En wij jullie. Mijn naam is Koenraad Swanepoel. En ja, ik denk dat baie van België ken mij al. We zien baie atleten. En baie van Thomas van der Plaatsen. Top 10 kampatleet. Voilà, dat is Koenie. Je kunt het niet zien, maar Koenie zit momenteel met zijn elleboog en met schouder. Want die zo plezant is. De sessie zit erop. Dat was niet plezant. En nu is het tijd voor chiropractor. Wat dat iets minder pijnlijk is normaal. It's in the Holy Ghost. De chiropractor is ook weer gebeurd. Ik stond blijkbaar wel wat scheef in mijn heup. En mijn nek was heel stijf, dus het was duidelijk nodig dat ik even losgemaakt werd. Dus nu is het tijd om naar huis te gaan. En even een uur en een half mee bezig te houden totdat de volgende training begint. Ja.